Ik ben Moran Proost, ik ben 25 jaar en ik werk ondertussen 4 jaar bij Karrewiet. In mijn laatste jaar op Thomas More kon je in de richting audio, dat is nog altijd student late night doen bij M&M. We hebben dat gedaan met school en uiteindelijk, ik heb daar gepresenteerd en uiteindelijk heb ik een stemtest gedaan. En dan ben ik uiteindelijk ook bij M&M begonnen. En tegelijkertijd heb ik ook mijn stage gedaan bij Karrewiet. En dan ben ik ook bij Karrewiet begonnen. Dus ik heb een lange tijd eigenlijk bij de twee gewerkt. Presentator bij M&M en dan bij Karrewiet op de redactie gewoon. Dus op die manier ben ik dan hier terechtgekomen. En dan bij Karrewiet heel veel kansen gekregen. Heel veel verschillende dingen gedaan. Wat altijd in de journalistiek is. Je begint bij één ding, maar je eindigt ergens helemaal anders. En uiteraard ben ik dan nu terechtgekomen bij digitaal en tv. Ik doe bij Karrewiet heel veel. En heel veel verschillende dingen. Dus dat is soms een beetje moeilijk om te antwoorden. Maar ik doe één ding. Ik doe vooral de TikTok van Karrewiet. Nieuwe rappers. Groot nieuws, want er zijn nieuwe kenmerken. Het zit overal in het nieuws vandaag. En ik werk ook voor de uitzendingen van Karrewiet. Dus die dingen. En ik maak ook soms de vlogs voor Karrewiet. Dus dat is dan echt de vlog draaien met anker. En dan volledig monteren en dan zo in de uitzending. Ik vond het een hele goede richting. Op het moment zelf, in die school, ik vond het een heel warme school. Was heel veel mogelijk. En vooral een heel open sfeer. Er waren vakken waar ik toen wel van dacht, ga ik nooit in mijn leven gebruiken. Maar uiteindelijk, veel van die vakken gebruik ik vandaag nog wel. Dus het was ook een hele goede opleiding achteraf gezien. Maar vooral de sfeer onderling en met de docenten vond ik echt het beste van allemaal. Ik zou de opleiding zeker aanbevelen aan iedereen die iets in de journalistiek wil doen. Om twee redenen eigenlijk. De opleiding is heel ruim. Je leert er techniek, je leert er creatief denken, je leert er gewoon de basics van journalistiek. Maar de tweede reden is eigenlijk misschien de belangrijkste. Er zijn heel veel kansen naar de buitenwereld toe. Je blijft niet binnen die opleiding. Je gaat eigenlijk echt naar buiten en dat helpt heel hard. En dat vond ik heel belangrijk, dat je echt ook een springplank hebt naar buiten.